de thematiek van het verhaal is een beetje dat als je het probeert te ontlopen, als je niet de problemen het hoofd biedt, op een moedige manier dat je het alleen maar erger maakt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Maar het gaat ook om deze boek natuurlijk. Vrijdag de 14e. Oké, het is geen keischone cover. En het verhaal hapert een beetje. Maar hij is goedkoop. Oh nee, 22 euro. Ik vind wel echt dat deze een beste is, ja. Ja, ja, het is een groot... die anderen waren ook goed. Deze is gewoon... ja. Een heel ander soort thriller. Heel plezant. Het verschil is groot, ja. De vorige boeken was traditioneel speurdersteam dat een moord oplost. Terwijl dat ik nu ben uitgegaan van de personages. Echt de mensen die wij ook kennen uit onze levens. Die plots geconfronteerd worden met van alles. Dus de politie speelt daar een rol in. Maar de hoofdpersonages, de belangrijkste, zijn gewoon de mensen. De Renaud Kappes is schuld. Die is er mee afgekomen en ik moest meegaan. En hij had eigenlijk gezegd dat ik een boek ging krijgen, maar nu blijkt dat je moet kopen natuurlijk. Ik volg hem zo goed als mogelijk. Hè? En ik ben er inderdaad enorm fier op. Waarom ook? Omdat hij er ook keihard voor werkt. Dus Piet is iemand die iets wil bereiken en die daar alles voor over heeft en die daar keihard voor werkt.